De vrachtwagenchauffeur die donderdag bij Andels door de vangrail reed, is aan zijn verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde rond 10:30 ochtends. De vrachtwagen kwam vlak voor de afslag Andels in de berm terecht. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de dag is overleden. De eigenaar van Bert's Animal Verhuur gaat in hoger beroep, bevestigt advocaat Kees Driesen. Hij werd donderdag voor dierenverwaarlozing veroordeeld. Hij krijgt onder meer een werkstraf en een verbod op het houden van dieren. De appelterner is volgens advocaat Driesen teleurgesteld en ontdaan. Hij voelt zich onvoldoende gehoord. Volgens Driesen wordt er in de uitspraak aan voorbij gegaan dat bij de laatste controles alles in orde was. De advocaat moet het vonnis nog verder bestuderen, maar het staat al vast dat hij namens zijn cliënt in hoger beroep gaat. Activisten van Extinction Rebellion gaan zaterdag Stadsbrug de Oversteek blokkeren. Het is een van de acties tegen de mogelijke komst van een nieuwe energiecentrale in Nijmegen die nog jaren op gas draait. Extinction Rebellion wil daar onmiddellijk een einde aan. Ook komt er een optocht door het centrum. Voor de optocht in het centrum heeft de gemeente toestemming gegeven. Voor de blokkade van de Oversteek is geen toestemming gevraagd en dat gaat de actiegroep ook niet doen. Ze laten weten dat de blokkade om 12:00 middags van start gaat. Burgemeester Bruls heeft inmiddels een statement gegeven over deze plannen. En deze zijn terug te lezen op rn7.nl via de website dus.